Hallo en welkom bij de Lustrum-editie van de Moendersflash. De Lustrum-week werd geopend door het feestteam met taart. Yummy, superlekker. Op naar de bewegende beelden van de pubquiz. Kevin, ik ga even jou vragen, waar heb je er zin in? Ja, zeker. Ja? Het eerste echt, toch wel echt aan de tijd van de Lustrum-week. Opening natuurlijk dat ook mee, maar het is toch wel echt een activiteit van de eerste vraag. Oké, okay, gaan we opletten. Ja, de nummer 1. Ja, we hebben nog team 3 en team 4 over. Dus team 3, Crystallis Angels. Team 4, het Lustrum. Nee, 4 het Lustrum. 4 het Lustrum, oh. Nee, dat zijn helaas is geen bonuspunten, want we krijgen een gedeelde winnaar. Team 3, 39 punten, is de winnaar. Er was dus ook een kantus. Vanwege alles wat daar gebeurde en uit respect voor de apparatuur zijn ook daar geen beelden van. Het begon ongeveer zo en eindigde ongeveer zo. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Tosti Workshop. Hier werden de topste Tosti tips uitgewisseld onderling en de creativiteit kent geen grenzen. Hey Tosti, doe mij een Tosti. Met wat rom en wat kaas en wat ketchup bovenop. Hey Tosti, waar blijft die Tosti? Ik heb verrekte honger, dus ik heb schaas erop. Genieten. Door naar het diner roulette. This fucking cop just looked at me. And I don't know whether he was really saying it. And all he kept saying was eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Een Lustrumweek is natuurlijk niet compleet zonder symposium. Deze vond plaats in Stadsbrouwerij De Hemel en de Pinteren Moendersianen stonden in de rij van onze zeer interessante sprekers. Ze vertelden over urban futures, het leven van een ambassadeur en rentmeesterschap. Een enkeling was nog brak van de algevierde feestjes, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Tussendoor was er een heerlijke lunch en achteraf was er ambachtelijk gebrouwen bier. En verder. Door naar het Lustrumfeest. De bass en de tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Set the bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Tell me, where the freaks at? Tell me, where the freaks at? Freaks at. Tell me where the freaks at. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Ew. Jan Dulle me zeg, van de sporten krijg ik me toch een dorst? Tijd om met een drankje naar een bandje te kijken. Yeah.
week groots feesten met elkaar, is het tijd om grootse steun te zoeken bij een grootse brunch. Maar dit gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Smaakt het een beetje? Ja. Oké. Lekker. Kijk, hoe geniet die jongen. En hij zit daar nog hongerig. Ja. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Als afsluiter van de week hadden we een kroegentocht. Omdat een of andere lijpo het leuk vond om hier speciaal bier te schenken, was het extra hard afzien. De kroegentocht was ook open voor alumni. Dankzij de vermoeiende week had het jonge bloed moeite om de oude garde bij te houden. Het omgekeerd. Ah, het geluid knipperde toch onderuit. Hè? Kut brennen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Tosti Workshop. Hier werden de beste tosti tips. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Tosti Workshop. Hier werden de topste tosti tips uitgewisseld onderling en de creativiteit kende. Hier werden de topste